We willen de zaal iets veranderd om toch het Secure Café idee een beetje te benaderen. Hoewel het geen niet normaal is, maar een Secure Café is wat we dan normaal aan het gaan geven. Dus benieuwd wat jullie vinden van de setting. Dus als jullie aan het eind van de avond een informatieformulier willen invullen, dan vinden we dat altijd handig om te kijken wat moeten we de volgende keer wel of zeker niet doen. De laatste spreker van vanavond is Hans van der Looy. Hij gaat zichzelf nog maar introduceren. Hij gaat ons aan de hand van een aantal stellingen en vragen interactief meenemen op de vraag van trends, cybercrime, wat is dat en wat wordt het voor ons? Hans? Dankjewel. En volgens mij hebben ze mij aan het eind neergezet, omdat ik vaak, als ik naar deze settings kom, de pauze gebruik om uiteindelijk ook weer te verdwijnen. En ze wilden mij een hak zetten of zo. Oké, waar gaan we het over hebben? Trends in security. Toen ik gevraagd werd, nog steeds bedankt voor de introductie, althans, voor de uitnodiging. Toen ik gevraagd werd om iets over security, trends en security te vertellen, dacht ik van ja, hoezo, dat weten we allemaal toch wel. Wat is er nou nieuw? En dus heb ik gezegd van nou, oké, ik doe een hele korte introductie. En daarna wil ik eigenlijk gewoon de zaal in, met een aantal microfoons. En jullie met elkaar laten discussiëren, dat lijkt me veel beter. Misschien komen we dan nog tot, nou, innovatieve ideeën of zo. Oké, wie ben ik? Heel in het kort, Hans van der Looy. Ik heb informatica gestudeerd in Eindhoven. In 2000 heb ik samen met twee anderen een bedrijf opgezet tijdens de Burka. Om een passie van mij, security, het testen van security, het doorbreken van security ook, om te zetten in een, hoe noem je het ook alweer, belegde boterham. Laten we het inderdaad zo noemen, ja, een belegde boterham. Ja, wel altijd bezig geweest met security, maar in andere rollen. Ja, ik kon in dit geval van mijn passie dus inderdaad ook een beroep maken. Roken is slecht voor u, vandaar ook de bruine foto. Maar ja, ik moest een foto hebben ooit van iemand met een blackhead. Nou, hij is redelijk gelukt volgens mij. Laat ik beginnen met een doemverhaal, een doemscenario. Iedereen kent deze figuur waarschijnlijk. Everybody Lies. En andere opmerkingen die hij destijds heeft gemaakt staan ook op de slide. Maar een doemscenario wat Ken Thompson ooit heeft uitgesproken tijdens een ACM Turing Award lecture. Schrijf een programmetje genaamd login.c dat met een willekeurig password of met een password wat bekend is bij de auteur van dat programmetje in laat loggen als een willekeurige gebruiker. Ja, dat kan iedereen die een beetje kan doen. Kom, zo moeilijk is het niet. Schrijf nou de C-compiler. Of herschrijf nou de C-compiler, wat ook een programma is geschreven in C tegenwoordig, zodanig dat hij herkent dat die login.c aan het compileren is en de code toevoegt die ik zojuist heb beschreven. Ja? Dat is ook een relatief eenvoudig. En herschrijf nou de volgende iteratie van die C-compiler, zodanig dat hij herkent dat hij de C-compiler aan het compileren is, om die twee andere modificaties uiteindelijk toe te voegen. Dan gooi je daarna alle modificaties weg. Wat hou je dan over? Dan hou je over een binary die in feite alle stappen bevat om een Trojan te introduceren op een systeem. Bedenk nu dat tegenwoordig alle hardware ook software bevat. En dat merendeel van die hardware ook nog een keer geproduceerd wordt in China. Amerikanen zijn inderdaad net zo erg, alleen zijn een stuk duurder dan de Chinezen in productie. Dus wie zit er op dit moment te testen? Volgens mij nog steeds de Chinezen. Als we hierover nadenken, en als we denken van, hey,
dit zou wel eens werkelijkheid kunnen zijn, dan komt het beeld in me op van, ik weet niet. De Nederlandse titel was volgens mij, daar komen de schutters. Ik heb grijs haar. Ik zie een hele hoop mensen hier ook met kamerend en grijs haar. Volgens mij kennen jullie die ene schot nog wel. We are doomed, Captain Memory. Ja? Dus als dit waarheid is, dan hoef ik voor de rest al helemaal niets meer te hebben over deze hele presentatie. Want dan kunnen we eigenlijk al inpakken. Oké, stukje historisch overview, stukje security principles, trends. Wie gaat eraf, jongens? Volgens mij wordt er een auto weggehaald. Waar is die figuur met die RFC, modulator? Persoonlijk geloof ik niet in een no-win situatie. Kobayashi Maru, wie zegt het iets? 1 Star Trek fan, kom. Oh, 3. Nou, vooruit. No-win scenario's zijn er niet. Ja? Dus je kunt altijd wel iets verzinnen. Je moet alleen buiten die box leren denken. Ik probeer het. Het lukt mij ook niet altijd, maar gelukkig ben ik niet alleen. En wij zijn hier ook niet alleen. Ik geloof dat er 150 man en vrouw binnen staan. En wat ik wil dadelijk is een discussie tussen jullie om eens te kijken van oké, nou, zijn dit werkelijk de trends? Of zien we nog andere zaken? En wat moet er gebeuren uiteindelijk om dat security niveau, om dat veiligheidsniveau naar een iets hoger plan te trekken? Want wat wel gebeurt is dit. We zien telkens opnieuw dat de aanvallen weliswaar steeds complexer worden, maar om die aanval te kunnen gebruiken, hoef je de kennis te hebben van iemand die weet hoe dat hij met een muis kan klikken. Ja, vroeger was dat heel anders, moest je code leren en je moest herkennen van oké, hier zit nog een fout in die aanval en dan moest je dan zelf weer modificeren. En dat is tegenwoordig niet meer. Je kunt kant-en-klare pakketten krijgen op het internet die een aanval voor je uitvoeren. En soms kun je ze krijgen en soms moet je ze kopen van Russen of zo. Dat is hacking as a service. Hacking as a service, dat is wat wij doen, alleen om aan te tonen dat zaken inderdaad niet veilig zijn. Security principes, ik heb er hier 10 opgeschreven, die ik denk, kijk, ik dacht al, wat blijft het? mijn sigaartjes die heb ik in de auto liggen. Ik heb er 10 opgeschreven, natuurlijk kent iedereen de CIA-driehoek, ja, confidentiality, integrity en availability. Ja, daar moeten we voor zorgen. Maar hoe doen we dat? Nou, door een groot aantal van deze zaken op de juiste manier te implementeren. En een van de belangrijkste, die we nog steeds niet onder controle hebben, op een of andere manier, is integrate security into the system. Ja, op het moment dat je security, oftewel het beveiligen van zaken, probeert te bouwen op een reeds bestaand systeem, dan is dat graag een ongeluk. Dat werkt niet. Want waar zitten zwakke plekken in elk systeem? Waar zitten zwakke plekken hier bij deze computer? Nou, hier bij dat scharnier. Als ik dat namelijk met een beetje kracht opbuig, dan breekt het af. Nou, precies hetzelfde geldt voor beveiliging. Natuurlijk begin je met de weakest link, defend in depth. Ja, iedereen kent ze wel, maar veel bedrijven en instellingen implementeren ze nog steeds niet op de juiste manier. Andere zaken kun je een keer doorlezen op het moment dat je de slides krijgt. Ik ga het hebben over trends, want dat is me gevraagd. Een trend beschrijft de algemene richting waarin ontwikkelingen zullen gaan. Nou heb ik die kristallenbol niet. Jullie ook niet. Maar ik heb 30 jaar ervaring en jullie wat leven nog veel en veel meer. En met z'n allen kunnen we die ervaring ook nog een keer met elkaar vermenigvuldigen. Dus waar gaat het heen? Nou, eigenlijk, spreekt het voor zich. Informatie is macht. Informatie is geld waard. Ja, als iemand informatie heeft, dan kan hij die gebruiken, CQ misbruiken.
Dus ik snap niet waar de verwondering vandaan komt dat er spionage wordt gevoerd over het internet. Ik snap niet dat waar de verwondering vandaan komt dat mensen nog steeds zoiets hebben van hé, er wordt ingebroken op mijn bankrekening. Hoe kan dat nou? Jongens, zo simpel is het. Informatie is geld waard. En dus, als je als iemand geïnteresseerd is in die informatie, of dat nou direct geld is, of informatie die dat omgezet kan worden in geld, dan wordt er op ingebroken. Dan wordt er misbruik van gemaakt. Zo simpel is het. Ja, het is pure, simpele psychologie. Wat ik nog een keer wil herhalen, is dat we telkens opnieuw nog steeds dezelfde fouten maken. Software schrijven is moeilijk. Beveiligde systemen maken, ontwikkelen, is nog veel moeilijker. De combinatie van goede functionaliteit en veilige functionaliteit is extreem moeilijk. Maar als we er nu niet mee beginnen en het integraal meenemen in een volledig ontwikkelproces, dan kan het nooit goed komen. Wie kent de drie fouten? Wie herkent de drie fouten? Ziet iemand überhaupt dat er drie fouten in staan? 1, 2, 3. Nou, zal ik het uitleggen? Do or do not, there is no try. Dat is van Yoda. Ja? Dumbledore, die daaronder staat, is een wizard in Harry Potter. En niet deze figuur, want dat is natuurlijk Gandalf. Ja, of Lord of the Ring. Of Jack Daniel. Een andere trend die nog steeds actueel is. Als we het hebben over veiligheid en functionaliteit, dan zit er ook nog altijd een derde poot bij. Die driehoek moeten we proberen om in evenwicht te houden. En waar het vaak misgaat, is dat we uitslaan naar één van die zaken. Ja, als we iets functioneel goed willen hebben en veilig, betekent dat het vaak ten koste gaat van ease of use. Als het niet meer gebruikersvriendelijk is, wordt het systeem niet meer gebruikt. Ja, we zullen daar dus continu moeten blijven zoeken naar dat evenwicht. Dat is lastig, want bij elke change, bij elke revisie van die software of het systeem, moeten we opnieuw zoeken naar dat ene punt. Dat wordt vaak vergeten. Andere trend, nou ja, mobility, hebben we het volgens mij al een gedeeltelijk over gehad. Wearables, autonomous systems, internet of things, ja, de nieuwe hype, ik heb er ook bij gezet. Ja, het gaat steeds verder. We worden gekoppeld op allerlei manieren, vooral mobiel tegenwoordig. Er wordt data over ons verzameld waar we zelf niet bij stilstaan. En waar we helemaal niet bij stilstaan, maar ook de organisaties die data verzamelen niet bij stilstaan, is wat er allemaal met die data kan gebeuren. Ja? Voorbeeldje, Belastingdienst verzamelt enorme hoeveelheden data over ons. En komt er telkens opnieuw achter van, hé, als we deze gegevensverzameling gaan combineren met die gegevensverzameling, kunnen we ineens die fraude detecteren en dan kunnen we dan veel gerichter achterheen. Nou, datzelfde geldt op allerlei gebieden, alleen we staan er totaal niet bij stil. Startups, als we het daar nog over hebben, zijn bekend om hun innovatieve ideeën, maar meestal niet om het veilig houden van die data die ze verzamelen. En nog zo weinig. Wie heeft ooit een complex systeem gezien wat niet gehackt kan worden? En als ik nu één hand zie, dan kom ik daar direct op af. Nee, complexiteit, op het moment dat een systeem complexer wordt, wordt het minder veilig.
Het is gewoon inherent aan de groei van die complexiteit. Uiteindelijk wordt iets van volledige chaos en dat soort dingen. Ja, op het moment dat iemand geen overzicht meer heeft in de systemen die gebouwd zijn, en daar zijn we allemaal mee bezig, dan maken we dus vanzelf systemen die minder veilig zijn. Ja, ik ken echt geen enkele organisatie die mij heeft gevraagd van, hey, kijk eens een keer naar onze systemen en hoe kunnen we het zaakje nou eigenlijk vereenvoudigen? Nee, er wordt gezegd van, hey, kijk eens naar onze systemen, dan breken we in en dan wordt er een doos voorgezet. Ja, het originele probleem blijft nog steeds bestaan, maar die doos die ervoor staat, die zou dat probleem dan moeten mitigeren. Nee, zo werkt het niet. Ja, en hoe krijgen we dat nou eindelijk eens een keer op het juiste niveau tussen de oren? Moet ik het nog hebben over privacy? Of hebben jullie altijd die bekende zin, iedereen mag alles van me weten, ik heb niks te verbergen. Sorry? Dank voor de microfoon. Kom jongens. Nee, privacy uiteindelijk blijft altijd bestaan. Privacy, in mijn definitie, is privacy. Universele recht dat elk individu heeft om bepaalde data en gegevens privé te houden. Ja. Hoe dat die jeugd er op dit moment mee omgaat, moeten ze zelf weten. Ja, maar als je uiteindelijk door blijft vragen, dan komen ze toch tot de conclusie van ja, als ik die gegevens dan uiteindelijk aan een bedrijf of instelling geef, dan wil ik wel dat ze zich, ja, in elk geval er bewust mee omgaan. Ja, dat ze niet zomaar op straat komen te liggen. Dus mijn conclusie is eigenlijk, de enige manier om zaken veilig te maken, is door ze vanaf het begin veilig te ontwikkelen. Ja, en dat is moeilijker, dat is kostbaarder, maar niet onmogelijk. En dan de laatste voor de discussie. Hoe krijgen we dat dan tussen de oren van het niveau wat werkelijk die beslissing moet nemen? En dan kom ik eigenlijk terug op de eerste introductie. Deze mensen kennen de business, maar ik denk terecht, deze mensen weten erg weinig van techniek en helemaal erg weinig van informatisering en de techniek die daar volledig een rol speelt. Het boekje wat daaronder staat, met een mijnmond, is geschreven door Fred, volgens mij. Fred Brooks, destijds betrokken bij de ontwikkeling van OS360. En daar staan nog steeds zaken in die op dit moment nog steeds actueel zijn. Ja, weliswaar hebben ze tegenwoordig andere benamingen, zoals Sprint en Agile. Maar daarin werd in feite al beschreven dat je veel beter kunt werken met een chirurgisch team om software op de juiste manier te ontwikkelen dan met hele grote projecten en steeds meer man tegenaan te gooien. Het boekje is van 1975 geloof ik. Oké, en dan nu het Security Café. Wie kan ik de microfoon in eerste instantie geven om eens wat ideeën te spuwen? Even terug naar jouw 10 punten die je had. Wat mij daar opviel was dat het vooral techniek is en echt mensend genoemd wordt. Terwijl volgens mij de mens centraal staat in het thema. Tenzij je, en dat is altijd mijn idee, mens onderdeel van het systeem noemt. Ik noem de mens inderdaad geen onderdeel van het systeem. En je hebt gelijk, de mens moet daar inderdaad in staan. Want techniek zal er nooit voor kunnen zorgen dat uiteindelijk iets veilig wordt. Ja, een mens heeft altijd meer intelligentie dan de techniek. Ja, daar heb je gelijk in. Klopt.